De seks bijvoorbeeld. Seks in Nederland. Ik wil er niet veel over zeggen, maar ik zou er even willen zeggen... Poe, poe. Dat is niet veel. Poe, poe. En een goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Dus je kunt het eigenlijk al doen met poe. Ja, de seks in Nederland wordt toch te gek, dames en heren. En de literatuur. Literatuur. Ik denk de literatuur, boeken tegenwoordig. Het zijn net kookboeken met recepten voor de slaapkamer. Ja, laten we eerlijk zijn. Het staat vol. Al die boeken die nou naar rond lopen. En al die... Al die boekjes staan vol met vieze woorden tegenwoordig. En de ene bedseller is nog niet uit of de andere verschijnt alweer. Ik had van de week toevallig een heel gesprek met professor Dr. Zaliger. Ja, dat is een heel bekend seksuoloog, professor Dr. Zaliger. Die man die weet alles van seks. Ja, mevrouw, ik had een heel gesprek met hem, hoor. Ik zeg, Nelis. En zo heet die, hè. Ik zeg, Nelis, wat denk jij van de seks in Nederland? Toen dacht hij heel diep na en toen zei hij, poe, poe. Ja, mensen, laten we het toch eerlijk zeggen. Het wordt toch hoe langer hoe gekker? Je kan geen blad meer openstaan of het staat vol met bloot. Bloot is in, weet u dat? Bloot is in. Aan is uit. Maar uit is in. Uit is in. Kijk eens, wat ik doe eigenlijk in theater is ook eigenlijk iets wat bijna niet meer voorkomt. Want gaat u maar eens naar het theater, de moderne stukken. Het is één brok erotiek. Het is allemaal sensueel. De films, gaat u het maar zien. Allemaal bloot, allemaal seks. Wat ik doe het ook niet meer hoor. Nee, ik schrijf, dit is de laatste keer dat ik het doe hoor. Ja, zingen over vogels en over bloemen en over kinderen, dat gaat helemaal uit de tijd. Volgend jaar doe ik het niet meer. Kom volgend jaar maar een stuk. Ik heb een stuk in mijn hoofd, hè. Ik kan het nou niet zo vertellen, maar dat is helemaal gebaseerd op dat wat de mensen tegenwoordig zo graag willen. Seks, erotiek op toneel. Ik heb de subsidie al aangevraagd. Ik kan er nou niet over uitweiden, maar volgend jaar zult u het zien. Het is een heel erotisch stuk. Toneelstuk. Toneelspel in drie bordelen. Je weet niet wat je ziet. Je weet niet wat je ziet. Ik ga helemaal mee met de tijd. Dit kan niet meer wat ik nou doe. Heeft u Virginia Woolf gezien? Dat is Rood Kapje vergeleken bij mijn stuk. Wat ik denk dat... Het is het zedeloze leven van een lapsmeisje. Meisje uit Lapland. Het is verschrikkelijk hoor. Het is nog erger dan Jan. Ik kan nou niet zo over uitweiden, maar volgend jaar zal ik het zien. Het doek gaat open, zegt het stuk speelt in Lapland. Het stuk speelt in Lapland. Dan zie je op het toneel, zie je allemaal lappen. En een paar hele vieze lappen erbij. Hele vieze lappen. Allemaal smeerlappen. Op en... Allemaal smeerlappen staan op één grote rij. Eén grote smeerlapperij. Dat is in tegenwoordig. Je zal eens zien wat dat een succes wordt. Ik speel zelf ook mee erin, ik ben ook een lap. En dan begint het met zo'n primitieve lappenfamilie, hè. Die hele primitieve lappenfamilie, hele primitieve mensen. Die kunnen niet lezen, kunnen niet schrijven, kunnen niet rekenen. Alleen vermenigvuldigen, hè. De hoofdpersoon is een meisje, een lapsmeisje, zoals ik al zei. He? Lulu heet die. En dat is meisjes 14 jaar in dat stuk, maar één lap seks. Maar dan zie je die prachtige scène, de verleidingsscène. He? Heel erotisch. Zie je op toneel staat een tentje. He? Een laps, typisch lapstentje, een lappententje eigenlijk. Cookie noemen ze dat in Lapland. Cookie. Het heet zo, cookie, dat is laps. En in dat tentje zit Lulu. Brandt als een kaarslicht.
kaars noemen ze pipi. Dat is heel anders dan hier, hè. Heel anders. Ja. De tent heet Cookie. Kaars heet pipi. Bed heet Sas. Sas. Het is laps, hè. En dan zie je dat meisje dat zit dan in die tent. Hè? En buiten voor de tent staat een hele mooie lap. Een hele mooie lap. Een jongen van rijke ouders, een soort loelap eigenlijk, hè. En dan zie je binnen in de tent, zie je zo vaag, zie je Lulu zitten, hè. Met een mandje perverse aardbeien, hè. En dan krijg je de verleidingsscène, hè. Dan wil zij hem in de tent lokken, hè. In de tent lokken, dat is heel anders dan hier. Wij zeggen van uit de tent lokken, daar is het in de tent lokken. Heel anders, hè. En dan gooit ze telkens zo'n perverse aardbei naar hem, hè. En hij doet eerst, een prachtige scène, hij doet eerst alsof zijn neus bloedt, hè. Ja, dan staat hij zo met die zakdoek, hè. Ja, maar zijn neus bloedt helemaal niet, hè. Nee, zijn neus bloedt niet, hè. En zij gooit maar met die perverse aardbeien, hè. En tenslotte gaat hij het tentje binnen, hè. En dan wordt het opeens stikken donker in de tent. Heeft zij de piepje uitgeblazen, hè? Sensueel, hè? En dan staat hij in die donkere tent, hè? En dan roept hij, Lulu, waar ben je? En dan roept ze heel sensueel, ik ben in mijn sas. Ja. Dat krijgt u het volgend jaar allemaal te zien, zeg, kan je daar? Ja, nee, mensen. Het wordt, laten we het toch bekennen, het wordt een beetje gek. Het wordt een beetje gek met dat moderne toneel. Je ziet zoveel dingen. Ik geloof niet dat de wereld daarop zit te wachten. Van de andere kant is het natuurlijk ook vervelend als mensen over benen vallen. Dat vertrouw ik helemaal niet. Dat is het andere uiterste. Het is allebei niet goed. De overdrijving naar rechts en de overdrijving naar links, allebei niet goed. Door mensen die over benen vallen, dan zou ik geneigd zijn om te zeggen, hier. Let daarop, dat is een belangrijk punt, dat is dit hier. Als u kennis maakt met mensen, vragen wie dat even mag zien. Dit hier.